Dan geef ik het woord aan de heer Bosma, PVV. Het woord is aan de heer Bosma. Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen felicitaties aan het adres van de staatssecretaris, want dit is haar eerste wet hier in de Tweede Kamer. Dus een beetje haar mede optreden als wetgever. En dat is een felicitatie waard en fijn dat het zover heeft moeten komen. Timing is een beetje pijnlijk, want het kabinet ligt bijna op zijn gat. Dus het werd wel ook een beetje tijd. Maar goed, goed dat ze met een wet naar de Kamer komt, zeg ik in zijn algemeenheid. We zijn halverwege de eerste termijn van de Kamer, een heel klein beetje de balans opmaak van deze eerste termijn, politiek gezien, dan denk ik, het nieuwe politieke gesternte meldt zich al een beetje, want als ik het een beetje bekijk, dan denk ik dat alleen de coalitie voor deze wet gaat stemmen. De linkse wolk heeft een paar voorwaarden, een paar amendementen, wellicht hebben ze op de achtergrond al een dealtje, dat weet je niet. Maar straks gaat de staatssecretaris met deze wet naar de Eerste Kamer en haalt ze veruit geen meerderheid. En mevrouw Van der Plas stond aanvankelijk op de lijst sprekers, maar wellicht bepaalt zij straks aan gene zijde in de Senaat of het wat wordt met, deze wet. Ik vrees, mevrouw de voorzitter, dat dit het lot is van de Tweede Kamer tot de komende verkiezingen. Maar leuk om het nieuwe politieke gesternte vandaag al even te zien. Mag ik het kabinet ook feliciteren met het feit dat het nationalisme is ingedaald? Zeker in deze D66-staatssecretaris. Je hoorde D66'ers nog wel eens met allerlei progressieve clichés over niet verschuilen achter de dijken en de hele weg met ons cultuur. Ruimbaan voor de pan-Europese supercultuur, dat soort dingen. Maar zie, deze D66-staatssecretaris kiest nu gewoon 100% voor nationalisme. Net zoals de Rembrandt toen D66-minister van Engelshoven daarvan moest voorkomen worden dat het schilderij in buitenlandse handen zou komen. Eigen Rembrandt eerst was dus eigenlijk het credo van de D66-winstpersoon. En nu weer een mooi nationalistisch voorstel. Kortom, er is reden tot optimisme. En ik word helemaal vrolijk als ik kijk naar de beide linkse wolkenwietjes, dus de PvdA en GroenLinks, dat die ook deze nationalistische insteek delen. Minder geld naar buitenlanders, zeggen ze dus eigenlijk. Eigen volk eerst, zeggen ze. Mevrouw Westerveld heeft het zelfs over verhalen van eigen bodem. Als mijn partij dat zou zeggen, zouden we beschuldigd worden van xenofobie. Maar ik ben blij dat het nationalistische verhaal wat breder gedragen wordt, voorzitter. Dus ik begin mijn bijdrage fluitend. Kijk eens aan. Eerst een interruptie van mevrouw Wuiten. Ja, voorzitter, nog los van nationalisme, waarvan ik me kan voorstellen dat dat natuurlijk een trigger is voor de PVV, voor de heer Bosma, ben ik daarnaast ook heel erg benieuwd naar zijn visie over economische ontwikkeling en economische versterking van dit land. Het is niet voor niks dat wij ook zeker vanuit het ministerie van Economie, van Economische Zaken, hebben gezegd dat de culturele en de creatieve sector enorm veel representeert in termen van werk, werkgelegenheid, en dat het zelfs een topsector is met groeipotentieel voor de economie van morgen. Hoe kijkt heer Bosma daarna, voorzitter? Heer Bosma. Nou, daar kijk ik tegenaan dat ik het schokkend vind dat een Kamerlid zegt dat wij vanuit het ministerie van Economische Zaken. Ik wist niet dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal gefuseerd is met ministeries en dat Kamerleden nu ook al namens ministeries spreken. Ik wens elke sector veel plezier en veel innovatie en veel omzet toe. Ik zal wel wat piepkleine kanttekeningetjes plaatsen bij de audiovisuele sector en de streamingdiensten en hun bijdrage aan cultuur. Want het gaat vandaag niet over geld, maar het gaat over cultuur. Mevrouw Wuiten. Laat ik in ieder geval helder maken wat ik bedoel met wij. Wij Nederland. En daarin zijn natuurlijk verschillende onderdelen. Dat in eerste instantie. Dat er natuurlijk een onderscheid is tussen wij hier in de Kamer en de ministeries. Dat begrijp ik heel goed. Tegelijkertijd is inderdaad die culturele en de creatieve industrie als topsector erkend. Misschien even een simpele vraag. Erkent de heer Bosma de CCI ook als een topsector voor de economie van morgen? Ja, misschien heel simpel. Ja, en hoe heet die? Meneer Florida, die heeft er een paar mooie boeken over geschreven. Ik vind de creatieve sector niet altijd zo creatief, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat zal ik verderop in mijn verhaal uitleggen. Voorzitter, fijn ook dat de staatssecretaris in haar memorie van toelichting spreekt over onze identiteit. Het feit dat we die dus nog steeds blijken te hebben en nog niet zijn opgelost in de Europese eenheidssoep en de multiculturele diversiteitsellende. Kortom, ik tel mijn zegeningen.
Is dit voorstel niet een beetje te slap? Gaat de staatssecretaris niet gewoon een lawyer's paradise creëren, oftewel een goudmijn voor advocaten? Ik zal het uitleggen. Ik kijk even naar artikel 3.29f. Daar definieert de staatssecretaris wat dat nou eigenlijk is, Nederlands cultureel audiovisueel product. Namelijk, het moet voldoen aan 2 van de 4 voorwaarden. Die voorwaarden zijn 1, een Nederlands scenario, Nederlands gesproken, 3, scenario gebaseerd op iets Nederlands, en 4, het hoofdthema houdt verband met Nederlandse cultuur, geschiedenis, maatschappij of politiek. Let wel, 2 van de 4 en dan val je in de prijzen. Ik ben geen advocaat, maar ik reken deze staatssecretaris graag even voor hoe handige filmjongens, al dan niet terzijde gestaan met creatieve Zuidas advocaten, hier onderuit gaan komen. Stel, je maakt een film die helemaal Engelstalig is. Die, zeg ik noem maar wat, afspeelt op Ibiza. En daar doen jongeren allemaal dingen die ze hun ouders niet vertellen. Veel feesten en het in de praktijk brengen van het voorlichtingspakket van de Rutger Stichting. Daarmee past het prima binnen de 4e voorwaarde van die wet. Oftewel, het hoofdthema houdt verband met de Nederlandse cultuur, geschiedenis, maatschappij of politiek. Immers, alles, elke film die je kan verzinnen, houdt altijd wel verband met de Nederlandse cultuur, geschiedenis, maatschappij of politiek. One way or another. Nou, dan zegt die handige Zuiden als advocaat ook nog eens. Ja, het scenario van deze hitsige Ibiza-film is luchtigjes gebaseerd op Lucifer van Vondel en Van de Merenkoele des Doods van Frederik van Ede. Ik schrijf zo de pleitnota. En deze Engelstalige film is dan ineens Nederlands. Nou, mevrouw de staatssecretaris, daar sta je dan met je goede gedrag. Heb je een leuke wet bedacht, Hulde? Maar de eerste, de beste advocaat blaast je helemaal weg als Netflix of een van die andere video-on-demand leveranciers even de kont tegen de krip wil gooien. En ga er maar vanuit dat ze per definitie de randen van de wet zullen opzoeken. Die kont gaat tegen die krip. Wat bepaalt op de eerste plaats onze culturele identiteit? Die we dus wel blijken te hebben. Nou, dat is onze taal. Dat is het onvervreembare fundament van onze cultuur. De taal die we allemaal spreken. Met uitzondering natuurlijk van de door D66 verengelsde universiteiten en de horeca in de universiteitssteden als je gewoon een biertje wil bestellen, want dat moet tegenwoordig allemaal in het Engels. Maar over het algemeen spreken we Nederlands. Ik ging eens naar de openingsavond van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Je moet toch een beetje voeling houden met het veld. En daar vond de première plaats van de hoofdfilm, met veel subsidie in elkaar gezet en met veel klaroengeschal gepresenteerd. Het ging om de film Tramontana van de regisseur Ramon Gieling. Wie schetste mijn verbazing toen er in die film louter Spaans werd gesproken? De film speelde zichzelf helemaal af in Spanje. Wat de Nederlandse cultuur hier beter van wordt, dat snapte ik niet. Maar ik dacht, laat ik hem maar stilhouden, want voordat je het weet word je weggezet als nationalist of xenofoob. Er was niets Nederlands aan die film behalve de subsidie. Henk en Ingrid mochten wel betalen natuurlijk. Een Spaanstalige film die zich afspeelt in Spanje kan zich makkelijk binnen de definitie van de staatssecretaris wurmen. Je claimt dat het originele scenario in het Nederlands is geschreven en gebaseerd is op origineel literair werk in het Nederlands. Je voldoet ook aan de 3e voorwaarde, dus die hoofdthema die verband had, bla bla bla. Onze culturele identiteit, nogmaals, is op de eerste plaats de taal van Vondel. Moet dat niet dé essentiële voorwaarde zijn bij de beoordeling van de vraag of een Nederlandse film Nederlands is? Hoe doen ze dat in het buitenland? Er zijn veel voorbeelden, ik pak gewoon even Griekenland. Om een Griekse film te zijn, moet de taal overwegend Grieks zijn. Het budget moet overwegend worden uitgegeven binnen Griekenland en de film moet overwegend worden opgenomen in Griekenland. Vergelijk dat eens met de boterzachte voorwaarden van deze staatssecretaris. Maar ik ben de kwaadste niet en ik denk dus graag met daarmee. En om de staatssecretaris te helpen heb ik een reparatieamendementje gemaakt dat de voorwaarden van de staatssecretaris een heel klein beetje aanpast. Niet meer 2 uit 4 voorwaarden, maar 3 heldere voorwaarden waar altijd aan voldaan moet worden. 1, het scenario in het Nederlands, hoofdpersonen spreken Nederlands. En om de staatssecretaris verder gezichtsverlies te beperken, te besparen, heb ik die voorwaarden van het hoofdthema, houdverband, bla bla, gehandhaafd. Een heel simpel iets, zodat we Nederlandstalige films krijgen, betaald met Nederlands belastinggeld. Wat vindt de staatssecretaris daarvan? Ik wijs op de warme gevoelens die traditioneel binnen haar partij bestaan voor de Nederlandse taal. Ik denk even aan Boris Dietrich, die in der tijd negatief was over het feit dat er een Engelstalige deelname was aan het Eurovisie Songfestival. Hij zei dat moet Nederlandstalig worden en hij zei dat is een bloody shame. Ik ben het met hem eens.
deelt de en we hebben het over amendement 12. We hebben het over amendement 12, voorzitter. Dan nog even, ja, in de wet staat ook een hele opsomming van waar het om gaat. Documentaire films, dramaseries, speelfilms. Het klinkt mij nogal highbrow in de oren. Waarom maakt de staatssecretaris niet gewoon het criterium Nederlands product? Nederlandse waar, dan helpen we elkaar. Waarom niet gewoon wat voor de oorlog in voor het raam hing bij mijn socialistische opa? Koop uit het buitenland niet wat het eigen land u biedt. Waarom niet gewoon Nederlands makelij als criterium? Dan vallen ook sporten eronder, reality, de spelprogramma's. Ook leuk voor mevrouw Werner na haar carrière in de politiek. Dan heeft ze iets om op terug te vallen. Ik heb haar steun, zie ik al. Waarom maken we het ons niet zelf simpel? Sommige leden van de Kamer willen een verhoging van het percentage. Ik ben er nog niet van overtuigd, voorzitter. De streamingsdiensten en de Nederlandse visuele sector wedijveren in politiek correctheid. Maar dat is een ander punt misschien. Ja, de heer Quint, SP. Ja, nee, over die sectoren. Om dat dan helemaal vrij te laten. Vreest de heer Bosma dan niet dat we vooral een opdrijvend effect van de Champions League rechten aan het financieren zijn? Kijk, persoonlijk ben ik er erg voor dat komend jaar de Champions League op alle netten integraal wordt uitgezonden, zeker wanneer Feyenoord erin gaat spelen. Maar volgens mij is dat niet de bedoeling van deze investeringsverplichting. Heer Bosma. Met uitzondering van de opmerking van Feyenoord begrijp ik het punt dat de heer Quint wil maken. Het ligt wat gevoelig op het ogenblik in de hoofdstad, maar dit terzijde. Ja, de Champions League wordt al opgedreven, de prijs daarvan, door de publieke omroep. En dat is heel raar, want met belastinggeld wordt gewoon opgeboden tegen commerciële partijen. Dat is echt, om Boris Dietrich maar even te citeren, een bloody shame. Dat is wat niet moet gebeuren. Dus als we iets willen doen aan het prijsopdrijvend effect van Champions League, moet de regering gewoon tegen de publieke omroep zeggen: gij zult daar niet meer op bieden. John de Mol kan het prima uitzenden. En ik vrees dat de uitslagen dan nog steeds hetzelfde zijn. De heer Quint. Ja, laat ik het dan breder formuleren. Op het moment dat je geen enkele limitatie op de genres bijvoorbeeld stelt, dan kan de Nederlandse productie ook gewoon de studiosportuitzending zijn. En de vraag is het nodig om de gelden voor de investeringsverplichting daarvoor aan te wenden? Die uitzendingen die worden anders ook wel gemaakt. Rippelsma. Nou ja, het is niet nodig, maar het zorgt wel dat in de breedte de audiovisuele sector, en dat is volgens mij het doel van deze wet en van deze staatssecretaris, voldoende gesteund wordt. En ja, het gaat nu naar documentaires en speelfilms en dan denk ik, ja, dat VPRO, D66, GroenLinks publiek gaat daar natuurlijk weer op de eerste plaats van profiteren. Maar dat zijn toch al superrijke mensen. Mijn achterban kijkt toch echt veel liever naar de Champions League en gewoon reality-programma's. En ik denk die van de heer Quint ook. Tot slot. Ja? Nee, voldoende? Nee, ik heb hem helemaal bediend, voorzitter. Ja. Ik merk het. Die streamingdiensten en de Nederlandse visuele sector wedijveren in politiek correctheid. Netflix is zo woke als de hel. Het heeft een hele sexy Black Lives Matter, onderdanig als het is, aan deze corrupte en gewelddadige club. In de animatiereeks Ridley Jones wordt een bisonkalfje ingebracht dat meteen na de geboorte zegt: ik stel mijzelf voor met de naam Fred. Dat is omdat ik non-binair ben. En ik gebruik ook hen en hun. Want als iemand mij hij of zij noemt, dat past mij niet. En daarna maakt de oma Bison een groot excuus omdat het kalfje heeft gemisgenderd. De Netflix-film He is Expecting gaat over een zwangere man die ondervindt veel sociaal onrecht. Netflix verwijdert bijvoorbeeld elke film waarin onze dierbare Zwarte Piet voorkomt. De sporen zijn helemaal uitgewist. Zwarte Piet heeft nooit bestaan. Het doet ons natuurlijk denken aan de film, aan het boek 1984 van Orwell. Daar wordt ook het verleden aangepast, mutability of the past. Sommige mensen hebben met terugwerkende kracht nooit bestaan. Want de partij zegt: wie het verleden controleert, controleert de toekomst. Wat vindt de staatssecretaris, die een mening heeft over Netflix, namelijk meer Nederlands product, wat vindt die daarvan dat Netflix zo omgaat met ons cultureel erfgoed? Netflix brengt wel pedo-achtige films, zoals Cuties, waar 11-jarige meisjes geil dansen. Ze worden gefilmd op kruishoogte, ze maken seksuele bewegingen op de grond en die met vingers in hun mond uitdagend in de camera kijken, waarna die camera langs hun nog amper ontwikkelde lichaampjes glijdt.
We zijn een zieke cultuur, een zieke beschaving, waarin onze hardwerkende Zwarte Piet, onschuldig symbool van onze nationale cultuur, het resultaat van eeuwen, de hardwerkende kindervriend, verboden is, maar waar pedofilms prima acceptabel zijn en waar bisons non-binaire kalfjes krijgen. Netflix legt de geschiedenis langs de politiek correcte meetlat. In de film Achilles wordt deze Griekse held gespeeld door een zwarte man. Net zoals de vikingen bij Netflix met terugwerkende krachten ook al zwart blijken te zijn geweest. Het zal niet lang meer duren of in een volgende verfilming van de invasie van Normandië zullen alle soldaten gespeeld worden door transseksuele non-binaire queens en zonnecollectoren van kleur die eenmaal aangekomen op het strand van Normandië gillend zullen uitroepen dat het water veel hoger staat dan de dag ervoor en dat het komt door de klimaatverandering. En daarna wordt in een safe space op het strand een gesprek aangegaan met de Duitsers over een bijdrage aan diversiteit en inclusie. Goed, het nieuws is wel go woke, go broke. Disney kwam met films vol met non-binaire, transseksuele en langs de rassenmeetlat gelegde hoofdpersonen. Die films flopten majestueus. Niemand wil dat diversiteitsgedram op zijn vrije zaterdagavond in het gezicht geschopt krijgen. Disney kwam in financiële problemen en de topman stapte op. Prachtig, woke kent alleen maar verliezers. In Amerika heerst het woke kapitalisme. Dat heeft in ieder geval nog als voordeel dat de consument met de voeten kan stemmen en die films links kan laten liggen. In Nederland hebben we het businessmodel van de Sovjet-Unie. Er is geld op zoek naar een doel. Bijvoorbeeld het Filmfonds dat een belangrijke stempel drukt op de visuele sector. Dat kwebbelt op haar site over diversiteit en inclusie. En diversiteit, dat betekent nooit dat mensen van buiten de linkse bubbel een kans krijgen. Diversiteit betekent alleen maar minder blanken. Alleen films die daaraan voldoen, krijgen geld. Het is hoe totalitair links een kunstvorm onder controle heeft gekregen. Filmmakers moeten een loyaliteitsverklaring ondertekenen. Geen handtekening, geen geld. Je moet voldoen aan de staatsideologie van de diversiteit. En de filmwereld, de visuele wereld, accepteert dat. Het zijn laffe schapen zonder enige ruggengraat. Ik kijk naar de Nederlandse serie over de Bijlmerramp. Een en al rassige dram. Op de avond van de ramp lijkt het een zwarte vrouw geweest te zijn die uiterst kordaat de leiding neemt in het crisiscentrum. En bij elke scène denk je, hier heeft de diversiteitsofficier zijn stempel opgedrukt. Joden mochten in die serie wel in een negatief daglicht gesteld worden. Die Israëliërs hadden allemaal stiekeme dingen gedaan. Ze staan blijkbaar lager op de raciale rangorde. Ik sprak, niet in Nederland, maar in een buitenland, met een acteur. Hij was afkomstig uit Iran en dat kon je zien. Hij was niet licht getint, maar donker getint. En dat was een groot probleem voor zijn carrière. Hij kon namelijk nooit de dader spelen. De dader in de film, de slechterik, die moet altijd blank zijn. De grootste regisseur uit de Nederlandse geschiedenis is Paul Verhoeven. Zijn legendarische films als Flores, Turks Fruit en Robocop zouden niet meer gemaakt kunnen worden vanwege de woke-terreur. Flores was natuurlijk te blank, Monique van de Ven in Turks Fruit schadelijk voor de positie van de vrouw en Robocop te veel geweld voor de tere sneeuwvlokjes in hun safe spaces. De diversiteitstaliban zou hem aanspreken op het ras van de acteurs en de beperkte representatie van transseksuelen. De directeur van het Filmfonds bestempelde Paul Verhoeven als wit. De filmwereld is volgens hem te wit. Verhoeven werd door deze schrijftafelmoordenaar weggezet als iemand die maar in beperkte mate invloed heeft op de Nederlandse cinema. Mijn god, dit soort diversiteitsapparatchiks bepalen wat miljoenen Nederlanders te zien krijgen. En dan gaan honderden miljoenen door de vingers van dit soort lieden. Is dit een sector die we nog veel meer moeten helpen dan dit voorstel? Nog meer geld, nog meer woke, nog meer politieke correctheid? Ik denk van niet. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel, meneer Bosma. Er is een interruptie nog van de heer Mohandes. Ja, gaat gaan. Ja, voorzitter, ik ga even terug naar het punt van het amendement. U heeft dat uiteengezet, meneer Bosma, via de voorzitter. En voorzitter, ik ben benieuwd wat dit betekent voor de heer Bosma als dit amendement zou worden aangenomen, wat dit voor de wet betekent. Ik heb gewoon even gemist wat u van dit wetsvoorstel vindt. Sek. Nou, als dit amendement wordt aangenomen, wat het voor de wet betekent, is dat de wet aanmerkelijk beter wordt. Sterker nog, ik red de wet gewoon. En de heer Mohandes was net heel negatief. Die zei, deze wet stelt niks voor. Nou, dat vind ik een beetje bot. Maar goed, een beetje lentekriebels, vrees ik. Oppositionele lentekriebels bij de linkse wolk, dat mag. Ja, ik sta redelijk positief tegenover deze wet, moet ik zeggen. Ik hoor graag wat de collega's erover hebben in te brengen. Ik hoor graag wat de staatssecretaris er nog heeft over in te brengen.
als de volgende vraag van de heer Mohandes luidt, wat ik van zijn amendementen vind, dat weet ik niet. Maar wat ik heb ingebracht is dat de politieke correctheid binnen audiovisueel Nederland dermate groot is dat we ze niet nog meer moeten helpen dan al gebeurt met dit wetsvoorstel. De heer Mohandes. Oké, dus u bent wel bereid om ze een beetje te helpen met het wetsvoorstel, zoals het nu voor ligt. Ik sta in principe positief tegenover. Ik hoor graag wat er verder nog te berden wordt gebracht. Ik hoor ook graag wat de staatssecretaris en wellicht collega's vinden over de amendementen van de heer Mohandes. Dus ik sta er open in. Dank. Mevrouw Westveld. Ja, voorzitter, aanvulling ook een vraag. Want als we kijken naar de criteria waarop men in aanmerking moet komen, waarop geïnvesteerd moet worden, dan gaat het bijvoorbeeld over Nederlandstalige producties. Dan gaat het over producties die bijvoorbeeld een Nederlands verhaal vertellen, ook over de geschiedenis. Ik verwees zelf in mijn voorbeelden naar bijvoorbeeld het jaar van Fortuin, naar bijvoorbeeld de Luizenmoeder. Daarin wordt dan natuurlijk ook, dat zijn natuurlijk, zou ik zeggen, vanuit mijn visie, mooie producties waarop die we juist zouden moeten stimuleren. En dan heeft de heer Bosma een verhaal op basis waarvan hij zegt we zouden juist minder moeten investeren in de Nederlandse sector. Maar je kan het natuurlijk ook op een andere manier bekijken. Dus ik wil de heer Bosma vragen hoe hij daarnaar kijkt. Dank u wel. En of dat niet bijdraagt aan het verhaal dat we juist moeten zorgen dat we straks een hele mooie sector overeind houden, zodat die Nederlandse verhalen verteld kunnen blijven worden. De heer Bosma. Ja, maar als dit wetsvoorstel er doorheen komt, dan wordt er gewerkt met criteria die het mogelijk maken dat de films die mevrouw Westerveld worden noemt, op basis daarvan worden gemaakt. Maar het betekent ook gewoon dat er Engelstalige films of Spaanstalige of Griekse films worden gemaakt die zich afspelen in het buitenland, waar helemaal niets Nederlands aan is. En dus is het van groot belang om die criteria die nu boter en boter zacht zijn. Het zijn er vier. Als je aan twee voldoet, ben je er al. En ik heb betoogd dat die twee die dat je makkelijk criteria kan vinden die je gewoon overal op kan plakken. En daarmee is dit hele wetsvoorstel boter en boterzacht. Dus als mevrouw Westerveld zegt het gaat om Nederlandstalig, dan zou ze mijn voorstel moeten steunen, want dat zorgt ervoor dat de films die zij voorstaat gemaakt worden en niet die rare Engelstalige films op Ibiza. Dank u wel, meneer Bosma.